Je hebt een man. Fetish voor hangende ballen? Vooral voor bejaarden. Bejaarde ballen. Nou, dat zou je het ook kunnen zien. Kont. Ja, dikke kont! Dat zoek je in een meisje. Ja, ook wel. Is dat ook voor Fortnite? Ja. Ik speel zelf niet. Nee, laat dan ook maar zitten. Ik hoef niks meer met Fortnite. Niks? Nee. Niks onder de 18. Dat klopt. Behalve je moeder. Ik hoop dat jullie niet ineens nu je kleren beginnen uit... Nee, daar hoef ik niet bang voor te zijn. Oh, er gaan hier spannende dingen gebeuren in Veenendaal. Het wordt nog leuk. Fakka. Ik ben Simon en dit is Simon de Vraging, de serie waarin ik jongeren ondervraag over de meest belangrijke kwesties in het leven. Zoals vandaag. Plas jij in de douche? Nee, waarom zou je dat doen? Als je nodig moet? Ja, dat doe je toch niet? Dat is onhygiënisch. Waar plas je dan? Ja, gewoon op de wc. In de struiken? Nee, natuurlijk niet. In het zwembad? Ook niet. Oké, ik doe dat wel. Ja, als ik nodig moet, dan laat ik het gewoon gaan, weet je? Ja, prima. Hi, ik sta hier met mijn hele gang. Hallo. Hoe kennen jullie elkaar? Geen idee. Ja, via een vriendengroep. Ja, via een vriendengroep. Ja, precies. En wat vinden jullie nou zo leuk aan elkaar? Dat weet ik niet. Allemaal heel gezellige mensen, weet je. Gezellig? Ja, heel gezellig. Ik vind vooral ze vape erg leuk. Ze wat? Ze vape. 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 Ja. Marley. En? Natalia. En zo te zien, Marley, jij hebt krukken. Ja. Wat heb je gedaan? Ik ben van de trap gevallen. Jij bent van de trap gevallen? Ja. Wanneer? Gisteren. En hoe kwam dat? Nou ja, het was op school en de trappen op school zijn gevaarlijk. Ja, dat blijkt. Ja. Hou je van zingen? Ja. Maar dan moet je meestal optreden. Ja, voor de spiegel. Maar jij ging aftreden. Ja, dat ging zeker. Ja, want je hebt nu krukken, want je viel van de trap. Ja. Plas jij wel eens onder de douche? Nee, echt nooit. Waarom niet? Waarom wel? Stel je staat in de douche en je moet nodig, wat dan? Nou, dan niks. Dan hou je het in? Ja. En waar plas jij? Op de wc. Op de wc. In de struiken? Als ik bezopen ben misschien. Als je ben je vaak bezopen? Geen commentaar. Geen commentaar. Maar je gaf net commentaar. Shit man. Kut. Misschien. Over kut gesproken. Wat vind je nou aantrekkelijk bij een meisje? De innerlijk. Het innerlijk. Niet het innerlijk. Nee, ja dat ja. Daar val ik op. Een beetje intellectueel wel. Een beetje intellectueel. En wat zoek je verder in iemand? Humor. Uiterlijk is ook wel een beetje belangrijk. Nou ja, daar selecteer ik niet echt bewust op. Want het mooie zit altijd van binnen. Heel cliché, nou ik ook waar. Dit vind ik mooi. Ja toch? Mooi gezegd. Ja. Stel, ik was nu een leuk meisje geweest. Hoe zou je dat dan aanpakken? Ik zou naar oogcontact gaan, man. Oogcontact. We spelen het even uit. Ik ben dat leuke... Nee, wacht. Jij bent een meisje. We spelen het even uit. Er staat hier een leuk meisje. En actie. Wat ga je dan... Hoe pak je dit aan? Wij kijken toe met z'n allen. Stil alarm. Laat zien. Actie. Nee, dit gaan we niet doen. Nee, niet bij mij. Dit is ongemakkelijk. Maar jullie hebben niks, toch? Met elkaar? Nee, ja, vriendschappelijk. Maar, en dat gaat er ook niet komen. Want ik voel wel een beetje love in the air hier zo. Nee, nee niet? Nee. Op jongens. Ik val op innerlijk van jongens. Innerlijk van jongens. Waar moet het innerlijk aan voldoen? Goeie vraag. Ja, hè? Ja. Wat? Ja, waar moet het innerlijk aan voldoen? Of het uiterlijk mag ook. Nou, moet gewoon lief zijn. Lief? Ja. Beetje zoals ik. Ja, maar dan liever. Ik ben Bozias en ik kom hierheen met de trein. Ben je nu boos? Ja. Dus nu ben je boos, Bozias? Ja, grappig. Plas jij wel eens onder de douche? Nee, vind ik niet zo. Nee? Nee? Vind ik niet zo chill. Doe ik liever gewoon op straat. Op straat? Ja. Dus
als je nodig moet op straat, dan laat je het gewoon gaan. Ja. Moet je nu? Nee. Net dus al geweest. We hoeven nu niet bang te zijn dat je ineens begint te plassen. Dat wel. Wanneer heb je voor het laatst je handen gewassen? Nee, dat zou zijn geweest voordat ik hierheen kwam. Oké. Ja, ik heb mijn handen niet gewassen, maar... Nee, je moet er wel mee uitkijken natuurlijk, want we hebben tegenwoordig het coronavirus. Ja, nee, ook bekend. Ben je er bang voor? Nou ja, bang. Nee, niet echt. Je moet gewoon een beetje uitkijken en niet te dicht bij iemand gaat staan die hoest. Nee, precies. Dan verder, ja... Wat is het raarste dat je ooit hebt gedaan voor de spiegel? Dansen, denk ik. Laat eens even zien. Ik heb geen moves, helaas. Je hebt geen, maar wat deed je dan voor de spiegel? Dus we moeten de running guy. Schoon. Uit. Ja, snap ik. Awkward. I know. Ja, weet je, jij zegt dat ik voor moest doen, dus ja. Dat deed je goed, ja. Ja, heel applaus. Wat vind jij nou echt kut? Wat een kut vind. Sorry? Nee, dat moest ze eigenlijk zelf zeggen. Zeg maar. Ja, dat weet ik veel. Heel veel. Ik vind het heel veel kut. Je vindt heel veel kut. Wat vind jij er nou van? Ja. Awkward vragen. Zoals dit? Ja. Wat zou je nou de meest awkward vraag vinden die aan jou gesteld kon worden? Geen idee. Geen idee. Ja. Wat is het raarste dat je ooit hebt gedroomd? Nou, ik lag in bed en opeens... Je begon te plassen. Ook, maar dat was gewoon normaal. Er kwam opeens een cavia naast mij liggen. Ja, echt. En zo aan mijn krabben en zo. Hij was wit. Met een zwarte snor en een beetje een hieter snorretje. En hoe groot was die cavia? Even groot als jij? Of was ja, dat was het ding. Hij was dus even groot als ik. Dat was dus het nare. Wie van je familie heb je wel eens naakt gezien? Iedereen. Iedereen van je familie? Behalve mijn oma niet. En mijn opa en zo, die niet. En mijn oom, mijn tante, maar mijn nichten en mijn ouders wel. Nou, bijna niemand. Bijna, dus wel iemand. Ik voel hier iets. Wat voel je? Niemand, echt nooit. Ik sta nog wel op mijn bucketlist. Maar... Wie zou je dan graag naakt willen zien? Mijn opa. Je opa? Ja. Waarom je opa? Oh, je hebt een man. Fetish voor hangende ballen? Vooral voor bejaarden. Bejaardenballen? Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Een soort chez de boel. Nee, dan wel gewoon een midget golven. Kleine balletjes. Ja. Kleine balletjes. Ja, dat weet ik nog niet, dat moet ik nog zien. En wat heb jij voor balletjes? Gehaktballetjes. Wie niet eigenlijk? Dus in jouw familie is het één groot naakthuis of zo? Ja. Je loopt gewoon naakt door het huis heen. Soms wel. Allemaal? Ja. De hele dag? Nee, alleen maar in de middag. Alleen maar in de middag? Ja, traditie. Oké, wat vind jij er nou van? Wist je dat van haar, dat ze gewoon een naakloper is? Ja, wist ik zeker. En dat vind je leuk? Je gaat nog steeds met haar om? Ja. Wat zijn jullie eigenlijk van elkaar? Best friends. Best friends? Niet? Oh, ik voel hier een soort van vijandigheid. Nou, we zijn één eigen tweeling, blijkbaar. Tweeling? Oh, ja. Dus jij loopt ook naakt in haar huis? Ja. Gekke relatie. Ik voel een aparte vibe. Ik hoop dat jullie niet ineens nu je kleren beginnen uit... Nee, daar hoef ik niet bang voor te zijn. Oh, er gaan hier spannende dingen gebeuren in Veenendaal. Het wordt nog leuk. Waar val je op? Ja, toch wel cavia's. Cavia's? Ja. En wat spreek je dan zo aan cavia's? Wat moet nou een lekkere cavia hebben? Lekker kneedbaar. En wat? Lekker kneedbaar. Lekker kneedbaar? Ja. Zijn ze wat? Wel. Oh, gewoon... Zijn testikel? Nee. Gewoon hij is zo klein, je kan er gewoon lekker in kneden.
Lekker knijpen. Jij knijpt in cavia. Ja. Heb je een standaard openingszin? Mooie schoenen, neuken. Ik hou niet van regen, maar voor een spetter zoals jij maak ik een uitzondering. Oh. Zo, zo. En zou je voor mij een uitzondering maken? Nee, sorry. Au. Shit, man. Dit doet pijn. Ik voel hem. Die voel ik in mijn voeten. Maar stel, ik was wel een leuke spetter geweest. Hoe zou je dat dan aanpakken? Paraplu. Paraplu. Een paraplu. Ja. Ik zou zeggen... heb je zin om een keer wat te gaan drinken? Lijkt me wel gezellig. Ja, in sommige situaties kunnen ook niks in de werken. Maar ik geloof ook heel erg in het improvisatietalent van mezelf. Want improviseren, dat is veel leuker dan zinnetjes uit je hoofd leren. Is ook wel goed innerlijk. Wel echt. Goed in. En qua uiterlijk? Ja, ik heb niet per se... Ja, toch? Ik zie het aan je hoofd. Niet per se. Dikke kont! Ja, dikke kont. Ja, dikke kont! Dat zoek je in een meisje. Ja, ook wel. Nee, ook niet, wel. En wat nog meer? Nee, ik val meestal wel op meiden die bruin haar hebben. Bruin haar. Vaak meestal wel. Maar ik neem aan dat je het nu hebt over hoofdhaar en niet nog over de kont. Nee, hoofdhaar. Hoofdhaar. Oké, hoofdhaar. Oké. Stel, je zou een dag het andere geslacht mogen zijn. Wat zou je dan doen? Hij zou echt helemaal... De hele dag doorvingeren, natuurlijk. De hele dag door vingeren. Alleen maar vingeren. Ik denk het wel. Oké. En jij? Oh, ik weer. Hetzelfde toch? Ja, ook vingeren. Oké, en jij? Als je een jongen... Ik zou gewoon die meiden gaan versieren zonder een slet zijn. Ja, ik word gewoon fuckboy voor een dag. Fuckboy voor een dag. En hoe zou je dat dan aanpakken? Dat weet ik met je spetteropeningszin? Ja. Ja, toch? Ja. Wat zou je doen als je een dag het andere geslacht kon zijn? Ik hoorde daar een soort van opwindende oeh. Dat biedt natuurlijk al mogelijkheden. Biedt zeker. Zoals? Je kan toch dingen uitproberen hoe het is om dingen te doen die je zelf niet kan doen als man zijnde. En waar hebben we het nu over? Nou, vrouwenkleding aandoen. Vrouwenkleding. Kijk, dat kan ook al als man zijnde, zeker in 2020. Maar als vrouw zijnde biedt dat extra mogelijkheden. En masturberen? Bijvoorbeeld, ja. Dat is ook iets best wel... Mannen weten gewoon niet hoe dat is. En die gaan het ook nooit weten. Tenzij ze een operatie ondergaan, dan kan ze er wel achter. Nou goed, dat is een heel ingewikkeld traject. Dus... Wat vindt u daarvan? Wat ik dan zou doen? Ja. Ik weet niet. Heb jij een cavia? Nee. Maar kijk... Echt een cavia op ze. Je bent gewoon helemaal into de cavia's. Cavia pup. Is trouwens ook weer even schaamteloos zeg voor me. Oh, want dat is van jezelf. Ja. Dus jij bent gewoon helemaal into de cavia's. Juist. Maar je hebt geen cavia. Nee. Waarom niet? Nou, dan krijg ik hem waarschijnlijk dood. En dat wil je niet. Wat vind je nou echt leuk? Mezelf. Haar. Dus je moet je kapper worden? Eigenlijk wel. Mijn allerleukste mop? Mop. Ja, dat is een hele, hele ingewikkelde. Die kan ik niet zo 1, 2, 3 vertellen. Maar het gaat over een kikker. En uiteindelijk blijkt die kikker een pedofiel te zijn. Nou, nu ben ik wel benieuwd. Nu wil ik hem horen. Ja, ik zal hem wel naar je sturen, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Je kent hem niet. Nee. Heeft hij een mop? Oh, je weet hem? Nou ja, het belangrijkste van een goede mop is dat je hem goed uitlegt. En als ik hem niet goed uitleg aan je, dan snap je hem niet en valt hij in het water. En dat is nog erger dan een mop die niet leuk is. Weet je wat ook in het water valt? Een blikje. Die kikker. Ah, die kikker. Nou ja, dat was de mop, of niet? Nee. Ik heb geen mop. Is dat de mop? Dat is de mop. Ik vind hem niet zo grappig. Er lacht iemand wel, dus nog iemand zo. Vond jij hem leuk? Ja. Maar dat is vanwege de love. Nee, dat is niet vanwege de love. Zou ik ook lachen? Oh, jij vond hem ook leuk? Oh, ja. Over dat gesproken, heb je wel eens een trio gehad? Helaas niet. Niet? Helaas, dus je zou het wel willen. Niet. jij wel? Ja. Hoe was dat? Ik zou het je afraden, want je hebt geen rust. Dat is niet leuk.
Ja, fuck je moeder. Nee, niet jouw moeder, maar dat programma. Ik schrok en ik denk, hij begint over mijn moeder. Dat programma is zo respectloos ook. Respectloos? Wat vind je er respectloos aan? Ja, van je moeders kutsting naar... Wow, naar... Wat zeg je nou? Nee. Heb je het nou over mijn moeders kut? Nee, ja. Dat zeggen ze in het programma. Je moeders kutsting. Oh, ik denk, je hebt het even... Sorry, man. Het was niet naar jou bedoeld. Als wij samen in je moeder zaten... Nee, maar ik zou dat nooit doen. Als wij samen nooit, in mijn moeder zaten... Net was het nog cavia's en nu ineens mijn moeder. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Want je wil ook knijpen in mijn moeder? Wat is jouw dance move? Heb je een dance move? Niet per se. Nou, ik kan wel iets improviseren als je dat wilt. Doe maar. Het podium is van jou. Ik ga even aan de kant. Pak je moment. Dit is jouw moment. Oké. 3, 2, 1. Ja, ik weet wel dat er van die kindjes zijn, zoals daar links, die dan Fortnite spelen. Die kunnen dan van die Fortnite dansjes. En dan, ik zou dat ook altijd... Ook? Nee, maar dat wil ik dus heel graag. Alleen lukt me nooit. Maar... Welk Fortnite dansje wil je? Ik weet niet hoe dat heet. Gewoon de Fortnite. Deze? Ja, die. Die? Ja. Zullen we die samen even doen? Yes. Oké, komt ie. Ja, goed zo. En dan zo. Doe je zo. Nee, maar dat is iets anders. Is dat ook voor Fortnite? Ja. Ik speel zelf niet. Nee, laat dan ook maar zitten. Ik hoef niks meer met Fortnite. Niks? Nee. Niks onder de 18. Dat klopt. Behalve je moeder. Hebben jullie een dance move? Nou, ja. Ja? Ja. Doe eens voor. Podium is voor jou. Nou, dank je. Gaat alleen niet lukken. Niet? Nee. Oh. Heb jij een dance move? Ja, eigenlijk niet echt. Ik doe van alles. Zoals? Laat eens zien. Wij zijn heel benieuwd. Oh. Dat was het. Fortnite. Yes. Doe je dat veel? Niet meer. Maar je deed het wel? Ja. Wow. Wat? Nee, ik wist niet eens dat zij in Fortnite heeft gespeeld. Dus je weet wel dat ze de hele dag, nee, alleen de middag naakt door huis loopt, maar je weet niet dat ze Fortnite speelt? Ja. Speelde. Ja. Ja. Dat weet ze niet. Je moeder. Ja. Je moeder. J-Mo Ader. J-Mo Ader, je moeder. Sorry? Ja, je moeder. Ik vind het heel naar om te zeggen. Ik haat dat programma. Lieg je vaak? Nee. Is dat een leugen? Nee. Is dat een leugen? Nee. Is dat een leugen? Nee, ik ben vooral gedisciplineerd, dus nee, ik lieg niet. Je bent wat? Gedisciplineerd. Hoe spel je dat? Ik zou het niet weten. Oké. Vond je deze video leuk? Like. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer. En dan zie ik jou volgende keer weer. Tot ziens. Doei. 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 Abonneer. Doei. Doei. Yo. Doei. Hey. Doei.